Ik ben Siska, ik ben wetenschapscommunicator aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Maar vandaag ben ik in Antwerpen, want ik ga praten met twee walvisjagers. Het gaat wel een beetje achtergrondgeluid zijn, want paleontologen kunnen een werf niet stilleggen, maar dat komt goed. Kom, daar gaan we. Jeff, waarmee ben je hier bezig? We zijn hier de walvis nummer 4 aan het blootleggen. Er is een groot deel van de schedel afgegraven al. En we hebben hier wel, hier een half meter achter mij, de oren gevonden van de walvis. En nu zijn we de wervels, die zijn minder belangrijk, omdat die niet te determineren zijn. Maar we zijn toch de wervels aan het blootleggen ook. Ik denk dat niet zo simpel is, want die grond is vrij hard hier. En zoals bij deze wervel zitten die vleugels nog eenmaal in de kant. Dat kan wel tot hier zijn. En het is te hopen dat we dat er zo kunnen uitkrijgen. En dit is een volwassen dier. Dit gaat een volwassen dier zijn. Ja. Gaat een volwassen dier zijn. Maar je weet natuurlijk nooit op voorhand waar dat ze gaan liggen. Dus het is nee, dat zou gemakkelijk zijn als ze met vlaggen zouden. Ja. Hier is op een relatief kleine oppervlakte, dat er al 4 uitkomen. Dat is veelbelovend. Dat is heel veelbelovend. En jullie zijn allemaal vrijwillig hier? Dat is allemaal vrijwillig. Ja, en dat is dan via het Instituut voor Natuurwetenschappen dat jullie vrijwilligers zijn. En hoe lang doet u dat al? Dat zal ondertussen een jaar of 10 zijn. Ik was ervoor met wat van alles bezig van fossiel. We hebben contact gehad met Mark en dan die kan dat zo uitleggen dat je... Nee, ik moet dat gaan doen. Zijn ze vergelijkbaar met een soort die vandaag nog leeft? Ze zijn toch relatief sterk verwant aan de vinvissen. Ik noem ze gewoonlijk de neefjes van de vinvissen. Deze zijn tussen de 8 en de 10 meter, zoiets. En het is fascinerend ook, hè, zo'n groot beest. Is dit nu een van de mooiste vondsten die je al hebt gedaan in die 10 jaar? Ik denk het wel, ja. Hier in een straal zo van een 500 meter wordt wel heel veel walvismateriaal gevonden. En weet je of dat er op andere plaatsen in België ook al skeletten zijn gevonden van walvissen? Antwerpen is eigenlijk een van de belangrijkste plaatsen, denk wereldwijd bijna. De zeebodem destijds, die kunnen we afleiden uit de microfossielen die erin zitten. Die moet tussen de 30 en de 50 meter diep geweest zijn. En dus we staan eigenlijk op een diepe en hele oude zeebodem. Destijds ook lag Antwerpen redelijk ver in zee. We zitten hier eigenlijk op een vijftigtal kilometer van de kust. En dus op deze diepte kwamen dan bezonken dan die karkassen van dode walvissen. Hè. En vergingen die uiteraard langzaamaan. Doordat er blijkbaar maar heel weinig zand werd afgezet, bleven die skeletten heel lang bloot liggen. Kwamen er allemaal haaien en andere roofdieren. Met de tijd gaan die resten dan fossiliseren. Ja, walvissen komen eigenlijk naar onze streken om zich voor te planten. Die komen bij wijze van spreken op vakantie hier. Die leven aan de Noordpoolcirkel. Daar eten die dagelijks tonnen en tonnen kril. Maar in de winter vriest die Poolzee dicht en dan migreren die walvissen naar het zuiden. Doorgaans 3000 kilometer naar het zuiden. En dan gaan die zich aan warmere kusten voortplanten. Ze gaan daar hun jongen krijgen. En ze gaan die jongen zogen gedurende 2-3 maanden. En dan moeten die jongen onmiddellijk weer 3000 kilometer mee terug naar het noorden zwemmen. Om daar weer te beginnen kril te eten. Hè.
En het feit dat ze hier in het zuiden dan eigenlijk een vakantie all out hebben, zonder eten en op hun vetreserves leven, hè, zal zeker in de hand werken dat, dat veel jonge dieren dat niet overleven. En dat zou de reden kunnen zijn dat we in hoofdzaak jonge dieren vinden. We vinden heel weinig oude dieren, maar zeer veel jonge. En wat brengt de dag verder nog? We gaan dat hier nog een beetje uitgraven en daarna wordt dat, eerst wordt dat gedroogd, zoveel mogelijk, en daarna proberen we die te borstelen. En dan is het stukjes allemaal verstevigen en terug aan één kleven en dan op den duur moet daar een relatief mooie walvis. Kunt die niet, zal ik zeggen, in de zon leggen, want dan springen die ook kapot. En daarna, als die droog zijn en geborsteld zijn, dan worden al die stukken verstevigd met een mengeling van aceton en lijm. Dat die, zeker die buitenkanten, dat als wat van de lucht is afgesneden. Dit is nog maar stap 1 eigenlijk. Het begin, ja. Het plezantste eigenlijk. Met dat ander moet je gaan beginnen zoeken en zo. En, maar dat is... En dan is het eigenlijk een puzzel maken. Dan is het een puzzel en daar is Mark wel een specialist in voor dat uit te zoeken. Heeft hij het geduld voor? Die heeft enorm geduld. Super bedankt, Mark, dat ik mocht meekomen op het Antwerps Fossielenkerkhof. Ik heb super veel bijgeleerd. Een schone job. Ja, heel plezant.